Mijn enige echte droom is Penthesilea. Dat het hele voorjaar verdorren en dat de ster waarop wij leven geknakt zoals die roos daar. Aanvankelijk geloofde ik in Hitler, ja, en in zijn revolutie. Maar wie deed dat niet? Vrouw Rievenstahl, is het waar wat ze zeggen? Dat alle figuranten uit een interneringskamp betrokken zijn? Gut! Amazones mogen niet verliefd worden op mannen. Mannen zijn er alleen maar voor de bevruchting. Moet ik toch iets van meekrijgen? Anders begrijp ik toch niet wat ik hier licht te doen. Ik wil een ode brengen aan de schoonheid van het menselijk lichaam. Toen die sfeer van lafheid om zich heen greep, rukte zij zich de rechterborst af. Spijt heb ik nu van het bloed dat het ons heeft gekost en de gevangenen die ons zijn ontglipt. Ik wens met heel mijn hart ze weer terug. Maurice, dit wordt niks. Dit ziet er toch niet uit? Iedereen kan zien dat hier op deze foto niemand u onderschot heeft. Misschien is het allemaal toch nog niet zo erg, dacht ik. Maar je hebt hem wel gepijpt, hè, die aap met dat snorretje. De kunstenaar staat boven de wet. Achilles zendt me naar je toe, vorstin, en laat je door mijn mond verkondigen. Daar jou de lust bekruipt hem als gevangene naar je geboortevelden mee te voeren. Ik was verontwaardigd en verbijsterd toen ik in 1942 in München mensen voor het eerst een jodenster zag dragen. Daal toch met je bronzen wagen neer, zodat ik voet kan zetten in die kar. De teugels grijpen, langs de velden stormen en als een donderknal uit onweerswolken in kan slaan. Hij, rollend in het purper van zijn bloed, raakt nog haar zachte wangen aan en roept: Penthesilea, o mijn bruid, wat doe je? Is dit het rozenfeest dat je beloofde? Thans daal ik in mijn boezem af, als in een schacht, en delf daar, koud als brons, gevoelens van verdelging in mij op. Ieder mens is een kunstenaar. En sommige kunstenaars zijn meer dan dat. Dank u, mijn Führer. Hitler is al 55 jaar dood.